Vandaag spelen wij weer Roblox Survive the Natural Disaster. Iedereen kent deze game wel. Ik heb deze game echt een miljoen keer op mijn kanaal gedaan. Dus we gaan er maar gewoon meteen in duiken. Smash eventjes op die like als jullie er super veel zin in hebben. We zijn hier nu in de eerste map bij de Roblox HQ. Ik denk dat we eventjes gewoon hier blijven staan. En dan wachten heel eventjes wat er zo meteen komt. Even kijken of er wolken zijn. Oh, het is vuur. Dat betekent dat we het volgens mij gewoon moeten dodgen. Het is niet handig om binnen te zitten. Het is niet handig om op een dak te staan. Volgens mij is er bij vuur gewoon letterlijk het beste om hier te staan. Oh my god, wow! Het vuur is daar dus. Het is daar begonnen, hè. Ja, dat dacht ik al. Oh my god! Ja, het ziet er echt super gevaarlijk uit. Het hele gebouw is ingestort. Maar ja, als je gewoon hier staat, ben je volledig safe. Huh, maar hoezo staan die mensen daar nog? Je bent toch echt super dom als je daar staat? Bro, evacueer! Kom naar buiten, wat doe je? Oh ja, kijk, nee. Oh my god, het vuur gaat nu hierheen. Volgens mij gaat het ook echt super snel. Mensen gaan nu pas evacueren. Ben je helemaal gek geworden? Het gaat straks instorten, hè. Ik weet nog of ik hier ga blijven. Weet je wat? Ik ga hier even op het Roblox logo en dan hier op de boom. Ik hoop dat ik dit overleef. Oh ja, met de ballon overleef je dit wel. Yes! Let's go! We did it! Welke map willen we hierna? Ik wil echt wel Factory Frenzy, want die is volgens mij wel redelijk nieuw. Glass Office is echt super saai, bro. Hoezo vote je daarop? Wat? Er zit hier iemand in de lobby met 1200 survivals. Dat is letterlijk insane. Ik dacht, ik ga even kijken. Yo, waar sta ik? Ik sta ook gewoon derde, wat best wel nice is. Maar ik sta bij lange na niet eerst. Ik heb echt maar wat 100 survivals of zo. Deadly virus. Avoid crowds. Oh, wat? Dat is ook nieuw in de game. Oh ja, ik dacht al van, yo, deze game is in 5 jaar tijd niet geüpdate. En dan wordt de game ineens weer geüpdate. En dan voegen ze 1 nieuwe map toe. Maar je moet dus letterlijk gewoon afstand houden. En dat doet iedereen op zich wel een beetje. Oké, meneer. Wegwezen, alsjeblieft. Wegwezen. Nee, oké, die BKNR is gek geworden. Kijk, die mensen staan gewoon naast elkaar en die overleven het gewoon. Het is dus allemaal dikke onzin. Oh, dat is best wel grappig. Er is 1 speler en die hoest heel de tijd. En dan zie je dus overal, zeg maar, bacteriën rondvliegen. Oh, hij is volgens mij nu ook ziek. Want hij ging helemaal door die balletjes heen. Ja, kijk, hij hoest nu. Wow, klonnie. Oh, we zijn nu in de prison map. Ah, deze is easy op zich. Oh, maar dat is een wolk. Ja, dat kan echt van alles zijn. Dat kan een zandstorm zijn. Wat? Zand komt niet uit een wolk. Wat moet je doen voor de zandstorm dan? Moet je binnen blijven, anders komt het in je ogen of zo? Ja, of moet je hoog blijven, omdat ze maar zich allemaal ophoop beneden. Oh, flying objects. Dus dit is denk ik wel veilig. Komen hier ook flying objects? Oh ja, oké, er zijn zeker flying objects. Ik zag daar letterlijk gewoon een lamp vliegen of zo. Ja, kijk. Oké, als ze gewoon hier blijven, dan zijn we safe, denk ik. Ik ben ook met One Punch Man, dus die kan gewoon, zeg maar, tegen objecten aanslaan. Oh, wat? Laat maar. One Punch Man is dood. Helaas, hij is gesneuveld. Ik heb helemaal niks gezegd. Volgens mij is buiten niet helemaal veilig. Er is hier letterlijk gewoon een gat gekomen. Oh my god! Oh ja, kijk, je ziet echt overal brokstukken vliegen. Oh, wat? Yo, ik viel ook zelf bijna. Oh, maar deze hebben ze wel veel beter gemaakt, hoor. Want vroeger merkte je niks van de sandstorm. Alleen nu, ja, vliegen er allemaal dingen in het rond. Oh, kijk, die mensen gaan gewoon in een cel zitten. Dat is oprecht best wel slim. Hey, we did it. Oh, die was ook echt helemaal niet lang. Ja, oké, dat zorgt er wel voor dat hij redelijk makkelijk is. Want hij was wel echt heel kort. Is deze nieuw? Volgens mij is deze nieuw. Kijk al die sweaty tryhards daar staan en zo. Ik heb lef. Ik ga gewoon in het karretje zitten. Ongeacht wat voor disaster het wordt, ik blijf erin zitten. Als er een tsunami is en ik ben daar beneden, ja, dan is dat zo. Ik blijf lekker in het karretje zitten. Het zou op zich wel sick zijn als het nu een tsunami is. En als ik dan zo beneden ben en dan ga je zo naar... Oh, nee! 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 Oké. Dat was echt heel snel voorbij. Ja, sorry, maar als je een mega regenboogreuzenrad neerzet, dan moet ik erin zitten. Oh ja, Launchland. Ja. Oké, we moeten in de raket zitten. Hoe werkt het ook alweer? Hoe lanceer dat ding ook alweer? Oh ja, Launchland. Oké, we moeten gewoon W ingedrukt houden. Dus ik sta nu hier. En dan W ingedrukt. Oh, die was perfect. Hoho, ik ben de eerste in de raket. Kom op. Yes, ik zit. Oké, launch. Ja, daar gaan we al. Ik ga in mijn eentje. Toedeloe, boys. Oh my god, het is luid. Oh ja, kijk, iemand anders zit nog naast mij nu. We're going to the moon. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet totaal niet hoe dit ding werkt. Wow, druk even op die blauwe knop. De bridge. De bridge moet je nog even eraf halen. Niemand drukt op de blauwe knop. Oh ja, kijk, hij doet het. Doei, dankjewel bro. We made it. Thunderstorm. Oh, dat is niet heel goed voor de raket. Nee, dat is inderdaad niet heel goed voor de raket. Nee. Nou, dat is een one-way ticket. Niet naar de maan, maar naar de oceaan. Oh my god. Yo, die thunderstorm is ook wel sicker geworden, hoor.
Maar dat is ook... Wow! Oh my god. Ik krijg altijd best wel een knus gevoel van Survive the Natural Disaster. Wanneer je dan zo die wind hoort en dan zit je binnen. Vooral bij zo'n sneeuwstorm of bij deze of zo. Banana boy. Banana boy. Kijk maar aan, bro. Oh, Rainbow Ride. Ja, ja, ja. Dit is de kans om mezelf te redeemen. Daar gaan we. Oké, snel, snel, snel. We moeten naar binnen. We moeten naar binnen. Oh my god, kijk hoe hoog we gaan. We gaan bijna boven de wolken. Kunnen we het dan overleven? Oh, je kan ook gewoon daar opstaan. Oh, dat is veel slimmer eigenlijk. Thunderstorm, afford high places en open places. Het is op zich niet open. Oh my... Die mensen zijn echt annihilate. Holy moly. Zagen jullie dat? Dat was het groene karretje volgens mij. Oh my god. Maar dat is echt heel erg. En wij gaan nu weer naar boven. Oh nee. Daar is één karretje. Eén karretje met iemand erin die het heeft overleefd. Oh, wat de gele heeft het overleefd. Oké, nu zijn wij het hoogste stuk. Oh, wat? De gele heeft het niet overleefd. Fan is eruit gesprongen. Dat is sowieso geen slimme optie. Oh my god. Oké. Appel, 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 appel. Nee. Oh my god, niet deze map. Deze is zo flipping lastig bij sommige disasters. Vooral bij disasters waar je binnen moet blijven. Wordt dit tsunami, sneeuwstorm, zandstorm... Zand, nee. Niet weer. Is dit zand? Nee, dit is sneeuw, denk ik. Oh my god, maar dat is zo lastig. Dan kan je letterlijk alleen in dat huisje zitten. Of onder deze arch. Oh my god, nee. Find shelter and stay warm. Oh my god. Deze dude heeft volgens mij echt een hoop disasters overleefd. En zijn gezicht is nu een beetje verbouwd. Ja, iedereen, kom maar binnen. Iedereen kan erbij komen. Er is nog wel plek. Iedereen in de lobby zit in dit mini-gebouw. Dit is echt geniaal. Ik denk dat de kans groter is dat je doodgaat door verdrukking dan door de blizzard. Oh my god. Oké, er is geen dak meer. Hier is oprecht niks gaande. Dat komt volgens mij oprecht omdat er met zoveel mensen op één plek staan. Dit is echt leuk. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Yay, we did it. Oh, echt heel veel mensen hebben het overleefd uiteindelijk. Omdat we elkaar warm hebben gehouden. Oh my god. Yo, ik ga hier gewoon naar boven hoor. Of het nou slim is of niet. Het is sowieso niet slim. Flash flood. Zie. Oh my god. Maar dit is nu oprecht slim. Oh nee, dit is alsnog niet slim. Want dit ding gaat letterlijk gewoon omvallen. Ik denk dat je veel beter daar kan staan. Weet je wat? Ik ga hier even naar beneden. Zodat ik heel snel naar beneden kan springen. Maar ik kan ook weer naar boven. Ik moet ook even die dude met die ballon volgen. Oh ja, kijk, hij staat daar. Ja, hij vertrouwt echt op die factory daar. Ik denk alleen dat je daar ook niet overleeft. Dit is letterlijk gewoon geluk hebben. Gewoon appels blijven eten en geluk hebben. Dat was hem al, maar dit gaat omvallen. Holy flipping moly, dat was close. Ja, ja, dit is de play. Ja, dat was zeker de play. Let's go. Oh, dat was satisfying. Dat was zo sad. Oh, oké, niet te vroeg juichen. Niet te vroeg juichen. Niet te vroeg juichen. Oh my god. Oh, dat voelde echt goed. Oh my god, dat was zo'n lijpe play. Hoe ik daar zo naar beneden sprong. Op het laatst echt 5 seconden laten storten dat ding in. Ik ben al echt mega lang bezig. Misschien moet ik nu maar stoppen. Want dat was zo'n flipping lijp einde. Nou, dat was hem weer voor deze Survive the Natural Disaster video. Smash eventjes op die like als jullie genoten hebben. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.